kerken die mogen de deuren weer openen voor meer bezoekers. Mits uiteraard die anderhalve meter in acht genomen wordt. Ja, dat is sinds woensdag, hè, die versoepelingen. Klopt. Aan de lijn dominee Margriet van den Bunt van de Protestantse Kerk in Biddinghuizen. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, we hebben toen jullie in de lockdown zaten en wij ook, hebben televisiekerkdiensten van verschillende genootschappen op de televisie uitgezonden bij Flevoland. Nu moeten jullie het zelf weer allemaal doen. Daar zijn we mee gestopt. Maar hoe waren de reacties erop dat het op de televisie was? Nou, dat vonden mensen wel heel leuk natuurlijk. Dat ze nu zo konden meekijken. Het is breed bekeken. Ik werd zelfs nog een week erop gebeld door iemand helemaal uit de andere kant van Flevoland. Die toch ook de dienst had bekeken. Dus dat was echt heel leuk. Oké. En hoe was het met de belangstelling van jullie eigen stream? Nou, dat ging eigenlijk heel goed. We hadden heel veel belangstelling. Misschien wel meer dan de mensen die op zondagochtend allemaal komen. In ieder geval is het vaak aangeklikt. Vooral toen we nog via Facebook streamden. Nu doen we dat via Kerkdienst Gemist. Dus dat is ietsje minder bereikbaar. Moet je iets beter zoeken. Maar goed, dan kunnen ook alle onze oudere gemeenteleden thuis meekijken. En dat is toch ook wel heel erg belangrijk. En nu kunnen dus, in theorie kan iedereen weer naar de kerk. Dat is natuurlijk niet helemaal echt het geval. Maar wel in theorie. Zijn de mensen allemaal heel blij? Gaan ze echt allemaal ook reserveren? Want moet dat ook bij jullie reserveren? Denk het wel, hè? Ja, reserveren is in principe verplicht. Alleen zitten wij nu midden in een kerkverbouwing die allemaal wat uitloopt door factoren waar wij niet zoveel aan kunnen doen als kerk. Dus voorlopig kunnen mensen helaas nog niet naar de kerk. Dus we hopen dat dat in september weer lukt. Dus des te mooier als we dan nog met nog meer mensen zouden kunnen zijn. Ja, want jullie zijn die kerk die ook zo'n afscheidsweek heeft gehad. Dat je nog even rond kon lopen in de oude constellatie. Maar is dat nu allemaal opgebroken en in de container? Nou, nog niet. Nog niet. Oh. Wachten op de schoolvakanties. Dus de verwachting is dat het ergens deze week of volgende week gaat gebeuren, de sloop. En dat we, in principe is ons nieuwe gebouw bijna klaar. Maar er zijn nog een paar kleine dingetjes met vergunningen die nog niet helemaal soepel lopen buiten ons om, helaas. Dus we moeten nog een beetje geduld hebben als gemeente. Maar kun je dan niet nog even terug naar de oude kerkzaal? Nee, dat kan helaas niet. Nee. Helaas. Nee, zo is dat ooit afgesproken en dat was een goed idee natuurlijk, hè, dat dat mooi elkaar overliep. Dus dat er al gebouwd kon worden aan het nieuwe gedeelte, terwijl wij dan al in onze nieuwe kerk zouden zitten. Maar ja, niemand heeft kunnen weten dat er dan onvoorziene dingen komen. Ja. Dus een beetje improvisatie, maar we gaan wel vanaf halverwege juli streamen vanuit de nieuwe kerk. Althans, dat gaan we proberen, zodat we alle techniek ook even kunnen testen. En wat is er dan zondag te doen? Komende zondag is er een dienst waarin ik voorga vanuit het educatief centrum in Biddinghuizen, het complex waar de scholen in zitten. En dan is er een livestream. Oké, maar daar bent u dan en een paar ouderlingen en dat is het dan zo'n beetje. Ja, en de man van de techniek natuurlijk, heel belangrijk. Ja, ja, die moet je te vriend houden. Ja. Okay. Ja, zeker. Ja. Ja. En wat wordt het? Oude Testament, Nieuwe Testament? Vertel. Nee, Nieuwe Testament. Een stukje uit Matthäus 11 over waar Jezus zegt, kom tot mij, iedereen die vermoeid en belast is, ik zal rust geven. Dus wel toepasselijk aan het begin van de zomervakantie. Ja, en aan het einde van zo'n rare tijd, hè, die we met elkaar hebben meegemaakt. Ook dat, ja. Ja. Aan jouw enthousiasme zal het niet liggen in ieder geval. Volgens mij heb je er enorm veel zin in om open te gaan. Dankjewel, dominee Margriet van den Bunt van de Protestantse Kerk in Biddinghuizen. Ja, dus niet meer bij ons op tv, maar wel via Kerkgemist.